Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. 1, 2, 3, fuck it. Wij zijn zo net lekker sushi gaan halen. Het ziet er mega goed uit. Can't wait to eat. En we hebben ook mini lumpia's. En wat hebben we? Nog niks, hè? Sushi en mini lumpia's. Dus, lekker. En terwijl. Sushi. Terwijl kijken we Friends. Zalig, hè? De sushi, mini lumpia's. Sushi en meer sushi. Damn, echt veel, hè? Echt heel veel voor twee. Het ziet er op camera eigenlijk niet veel uit, maar nee. Het is echt superveel. Als je weet dat die salontafel zo groot is. Ja, inderdaad. Dat is echt veel. Dat is veel. Krijgen we nooit op. Maar oké, we gaan ons best doen. En anders morgen vroeg als ontbijt. Woehoe! Onze sushi is op. En we hebben net een een gezichtsbehandeling gedaan. Ik ben Niels en Niels bij mij. Met UFO van Foreo. En we hebben het masker Call It A Night gebruikt. Eén voor mij, één voor Niels. En daarna heb ik serum van Uriage opgedaan. Daily Serum. Dit. En heb ik zo met de gua sha, zeg ik. Maar het is eigenlijk gua. Gua. Shea, of zoiets, gua sha. Ik weet niet. Maar alleszins met deze gua sha van Rose Gold. Natuurlijk is dat gua sha, wie zegt hem nu gua sha? Och, you know nothing, you know nothing, mijn god. En dan met deze. Hoe noemt het? Crystal roller heb ik als het nog gemasseerd. Zalig. Ik hoor u niet met Frans. Maar ja, oké. Niels is mij aan het uitlachen. En mijn petje zit hier. Want ik had de poef hier gezet, zodat ik hier kan liggen, Niels daar. Dat we toch allebei kunnen liggen, want we gaan film zien. En we gaan... wat gaan we kijken? Damn, ik weet het al. Ja, iets met monster. Monster, ah. Love and Monsters. Gaan we kijken. Oké, de film is gedaan. We hadden, hoe noemden dat? Love and Monsters. Ja. Gekeken, dat is van de makers van Stranger Things. En we vonden het beide best wel goed. Dus we vonden het wel een goede film. Wel leuk om te kijken. Niet de beste film, maar wel goed onderbouwd. En je ziet ook wel dat dat van de makers is van Stranger Things, vind ik. Dat valt wel op. En nu gaan we slapen, maar ik denk dat we morgen nog wel wat verder gaan vloggen. Dus ja, slapen en tot morgen. Goedemorgen. Het is zondag vandaag en Niels was zo lief om mij te laten uitslapen en is naar de winkel gegaan. Ja, ene zondag per jaar. En he hated it. Het was heel druk in de Albert Heijn, zei hem. Maar ik vind het wel echt super lief. Echt heel lief, babe. Dank u, hè. En ik ga jullie even laten zien wat we allemaal hebben meegebracht van de winkel. Allee, wat Niels heeft meegebracht, maar het was mijn lijstje, dus. Oké, we beginnen met kattenzand, want daar heb ik al een berg in gezet. Dan hebben we roerbakgroenten, want Niels gaat terug meal preppen voor 's middags. Ik ben 's middags meestal thuis, dus ik maak soep en zo van die dingen voor mij. Maar zo kan Niels wel eten maken voor 's middags. Mini bouchées, dat stond niet op het lijstje, maar... Dan witte pistolets voor in de oven. Zo hebben we twee pakken, denk ik. Ja, er is nog één. Voor als we broodjes willen eten. Havermout, want die was op.
krakatjes, want die waren ook op. Dan twee courgetten voor courgettensoep. Lactosevrije kaas, jullie weten, mijn favoriet. Dat is deze. Dan drie potten van deze kokosyoghurt. Trouwens echt super lekkere yoghurt en geen suiker. Dat is echt een van onze favoriete ontdekkingen. We hebben keukenrol en wc-papier. Ik heb geen idee dat ik voor 2 uur weg te zijn van die winkel. Dat is goed, dat verdient je. Ik heb eigenlijk alleen de foute rijst bij hem. Dan hebben we blauwe besjes, pistolets voor Sebes. We hebben ook croissantjes. Oh, dat zijn wel de foute. Ook nog een kat in een bak gekocht. Ook een kat in een bak. En Milky denkt, nee maar je mocht er niet bij. Het zijn wel niet de juiste croissants, die mag ik niet, want daar zit room en melk in. Maar oké, goed voor Niels. we hadden ook nog, deze zijn de lege, maar mayonaise en cocktailsaus, want die was op. We hebben lentesla, eiersla voor op de boterhammen, muntthee, watermeloen. Want het gaat 18 graden worden denk ik deze week, of 19 zelfs. En dan is watermeloen wel lekker. We hebben appelsientjes, guacamole spread, 2 mango's, 2 komkommers, kiwis. En dat hadden ze niet, dat jij had opgeschreven. Ik heb een andere meegebracht. Oh ja, maar dus, ah, nee, ja, dat is een smoothie, dat drink ik niet. Dat vind ik te dik. Maar dus 2 verse smoothies. Wow. Van de Albert Heijn. Sweet chili lime rice, die pakjes zijn trouwens super makkelijk. Whole grain basmati quinoa, slamix en kippenfiletjes. We hebben trouwens deze week Hello Fresh. Dus daarom, dit zijn eigenlijk zo gewone dingen voor 's ochtends en 's middags en zo. We zijn ondertussen een paar uur verder. Ik ben soep aan het maken, courgette met spinazie. En ik heb er nu nog wat pastakjes in gedaan, zo Griekse pasta. Pastakjes. Ik weet niet als je snapt wat ik bedoel. Voor een beetje zo, ja, wat dikker te hebben en wat carbs in de pasta te in de soep te hebben. Ik vind het altijd wel lekker. En Niels is trouwens naar vrienden die hadden afgesproken met een paar mannen buiten om iets te drinken. Want dat mag terug. Dus. Dat is die gaan doen. Daarom is hij niet hier. Ik ben eigenlijk gewoon aan het chillen. Nog altijd geen make-up op. Allee, ik ga ook gewoon vandaag geen make-up op doen. En zelfs wassen, want mijn haar is, godverdomme, heel... Ik mag niet lukken, maar heel vettig. Echt heel vettig. Niet normaal. Ugh, ik heb zelfs zo pelletjes van de vettigheid. Misschien TMI, maar... Ja, dus ik ga dat zelfs doen. Maar ik denk dat ik de vlog... nu ga afsluiten, want ja, is niks interessant natuurlijk. En dan kan ik eventueel een nieuwe vlog beginnen. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. En dan zie ik jullie snel weer.